En dan volgt nu, dames en heren, de tweede aflevering van ons programma KRO's Screentest. En hierin gaat men op zoek naar nieuw journalistiek televisietalent. Drie kandidaten krijgen de kans hun talenten in een kort interview met een prominente Nederlander aan te tonen. En hun prestaties worden beoordeeld door een zeer vakkundige jury, bestaande uit Aad van de Heuvel, Agreet Scherphuis en Kees Zorgdrager. En dit programma werd 11 augustus jongstleden opgenomen. Veel plezier. Dit is KRO's Screentest. KRO's Screentest, een interviewwedstrijd met drie talentvolle kandidaten. Drie televisiejournalisten beoordelen drie nieuwe collega's. KRO's Screentest, hier is Han van der Meer. Dank u. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond en welkom bij KRO's Screentest. Een wedstrijd onder jonge journalisten die vanavond gehouden wordt in het Theater Amphion in Doetinchem. Wie maakt het beste televisieinterview? Daar gaat het om. Vanavond gaat u kijken naar de tweede ronde uit een serie van vier. Drie mensen gaan straks, ieder op hun beurt, daar gezeten, iemand interviewen die ze zelf uitgekozen hebben. Een bekende Nederlander. En wij gaan uitmaken wie de beste is. Wij, dat wil zeggen, een vakjury van drie door de wol geverfde journalisten. En die zullen daar zitten. En die stel ik straks aan u voor. En u, dat wil zeggen, een aantal mensen, u er hier op de eerste rijen gezeten, die ook punten zullen geven aan mijn kandidaten. Het eerste jurylid dat ik aan u voorstel zit nog langer bij de KRO dan ikzelf. Hij is begonnen als sportjournalist. Hij had namelijk op het SIOS gezeten. Hij heeft zich in de afgelopen 28 jaar ontwikkeld tot een grote allrounder. Hij heeft jarenlang actualiteit gedaan bij Brandpunt en heeft opzienbarende praatprogramma's gemaakt. Hij heeft een spannend boek op zijn naam en maakte beroemde, internationaal bekroonde tv-reportages zoals bijvoorbeeld Washington Brand en Bommen op Biafra. En nog zeggen mensen in navolging van de toenmalige president van Indonesië, Sukarno, ik heb jou door van den Heuvel, Aad van den Heuvel. Aad van den Heuvel. Het volgende jurylid heeft de Hogere Hotelschool gedaan. Ze werd redactiesecretaresse bij de Zaanse Tyfoon, maar vond het verslaggeverswerk veel leuker. Dat ging ze dus doen. Midden jaren 50 werd ze omroepster bij de AVRO. Ze was daarmee een van de eerste omroepsters van Nederland. En bij de krant was ze een van de eerste vrouwelijke verslaggevers van die krant. Ze heeft veel tv-werk gedaan, maar het bekendste is wel geweest Ot en Hoe zit het nou met Sien? Dames en heren, Agreet Scherphuis. En mijn derde jurylid van deze avond is een gesjeesde medicijnenstudent. Gelukkig maar, anders hadden we hem hier niet gehad. Na 5 jaar als verslaggever bij het Haarlemse Dagblad hebben gewerkt, stapte hij in 1968 over naar de televisie. Daar heeft hij zich breed geïnstalleerd, maakte veel parlementaire rubrieken en samen met Agreet Scherphuis heeft hij zich gewaagd aan Scala, een soort met het oog op morgen, maar dan op de tv. Sinds vorig jaar is hij de parlementair medewerker van die radiorubriek met het oog op morgen. Dames en heren, mijn collega Kees Zorgdrager. Dank u, gedrieën, dat jullie mijn jury van deze avond wil zijn. Voordat ik mijn eerste kandidaat aan u voorstel, denk ik dat het leuk is om eens te horen hoe Aad bij de televisie terechtgekomen is. Want dat verhaal houdt u niet voor mogelijk. Aad, hoe kwam jij 28 jaar geleden bij de televisie terecht? Ja. Groter toeval was het niet, hè? Dat was ongeveer voor de Tweede Krimoorlog, hoor. Ja. Ik moest een verhaal schrijven voor een krant over sport en televisie. En de enige die ik kende was de heer Kasteleins, toen directeur van de KRO. En toen ik op een maandagmorgen bij hem in zijn kantoor zat, toen begon hij het gesprek met mij te vragen hoe oud ik was en wat mijn vader voor de kost deed. En dat vond ik een buitengewoon merkwaardig begin van een interview, dat heb ik dus ook gezegd.
En toen zei hij verbaasd, oh, je komt me interviewen. Ik dacht dat je kwam solliciteren. Waarop ik zei, is er dan een vacature? Jawel, zei hij, we zoeken iemand die iets ging doen wat Jos van der Valk daarvoor had gedaan. En eigenlijk op die dag was ik aangenomen. Televisie had ik niet. Ik wist dus ook van het vak helemaal niks af. En van film, ja, dat had ik wel eens in de bioscoop gezien. Ja. Maar binnen 2 maanden was ik inderdaad bezig met het maken van een documentaire. Die heette De Weg. Die was niet goed. Wat aardig, dank je wel. Ageet Scherphuis die ging van redactiesecretaresse naar verslaggeefster. En van omroepster naar televisiejournaliste. Een omweg. Die komt nog vaak voor, hè? Ja, het is een typische vrouwelijke loopbaan. Altijd omweggetjes, altijd om een hoekje met iets anders beginnen... om uit te komen waar je wilt. Ja. Ja. Ik denk dat het nog wel zo is. Ja. Je bent nu... je hebt je gericht tot de schrijvende journalistiek. Je bent redacteur bij Vrij Nederland. Is dat een bewuste keuze geweest van je? Ja, heel bewust. Waarom? Ja. Misschien zeg je nadat ik dit verteld heb wel, ga maar, want je zit hier verkeerd. Ik geloof dat het medium televisie te veel gedoe om zich heen heeft om werkelijk goede journalistiek te kunnen brengen. Journalistiek is de werkelijkheid laten zien. Zo waar mogelijk de werkelijkheid laten zien. En daar kan je al die show die de televisie om zich heen heeft niet bij gebruiken. Als je een serieus onderwerp hebt, dan moeten er vooral 2 hele luchtige onderwerpen omheen. Dan moet muziek voor de muziek na en liefst nog middenin muziek of een zanger. En zo kom je volgens mij heel slecht aan de werkelijke journalistiek toe. Ik kan je zeggen wat voor mij het breekpunt was, of een van de breekpunten. Ik moest de filmdagen in Utrecht 's avonds voor de NOS verslaan. Dat moest iedere avond. Dan moesten we een beetje laten zien wat er die hele dag geweest was. En toen roept de regisseur naar me, terwijl ik daar al klaar zit... je hebt nu 2,5 minuut voor Pasolini. Mm. En die liet daar een van zijn schitterendste meesterwerken zien in première. En dan moest ik in 2,5 minuut een van de grootste filmers die we ooit gehad hebben. Mm. En, ik dacht, dat kan. En jij deed wat hij zei? Ja, dat is het stomme. Jij doet niet. Nee. Want jullie zijn allebei 2 voorbeelden van dat het wel kan. Ja, ik ben stom. Was het live? Ja. Nou, dan kan hij afzwaaien wat hij wil. Jij praat gewoon door. Ja, dat durfde ik niet. Hé, mijn kandidaten moeten eerst nog hier komen. Kees werkt ook niet meer bij televisie. Hè? Precies, ja. Kees is er ook uitgebonjourd. Hoe kwam je trouwens bij televisie, Kees? Nou, ik ben begonnen in een tijd dat het vrij makkelijk was om bij televisie te komen. Ze begonnen net. Ze hadden mensen nodig. En ik ben begonnen bij Scala, zoals je al zei net. Hè? Waar Ageet een van de wereldberoemde presentatoren was. Ja, ja, Ageet Scherphuis, Nettie Roosevelt, Joop van Zijl en Henk Terlinge. Die presenteerden met z'n 4 dat programma. Ja. En ik mocht aan het begin als bureauredacteur. Maar ik maakte dan de tekstjes wat de avondbladen die dagen hadden geschreven. Ja. En op het moment dat werd besloten dat het programma Scala werd opgeheven... toen mocht ik ook gaan presenteren en interviewen. Dus ik mocht het eigenlijk leren op de kijkers, oefenen op de kijkers. Je hebt naar mijn gevoel geglorieerd en je genoot er ook van de RSV-enquête. We lieten net die foto zien van Dolph Toussaint, waarbij Van Ardenne op zijn schouder aanraakt. Jij net nog in beeld verschijnt daar op die foto. Is dat waar? Heeft je dat veel werkplezier verschaft? Dat was mooie televisie, die enquête, en een mooie politiek. Dus dat was inderdaad een hoogtepunt, iets wat je herinnert, ja. Ja. Dank jullie wel, dames en heren. Mijn jury van vanavond, Aad van den Heuvel, Ageet Scherphuis, Kees Zorgdraaier. Voordat ik mijn eerste kandidaat hier roep, vertel ik nog even waar het precies om gaat. Het is een wedstrijd tussen 3 mensen. Wie van die maakt het beste televisieinterview? Ze gaan straks daar iemand, een Nederlander, van hun keuze interviewen. En daarvoor krijgen ze precies 5 minuten. Niet meer, niet minder. Zoals het dus vaak toegaat bij levende televisie. Mijn eerste kandidaat van vanavond, 37 jaar, uit Groningen, Truus Vrijdags. Jij... De spitsafbijt is altijd pittig, hè? Ja, maar ik kan lekker naar de anderen kijken natuurlijk. Precies. Je hebt bovendien al vrij veel radio- en televisieervaring, mag ik zeggen. Ja, ik werk sinds 1,5 jaar bij de lokale televisie in Groningen. Hmm. En daar doe ik redacteur, verslaggeverswerk. Hmm.
En wat voor reportages maak je? Nou, het zijn meestal items van 10 minuten. En die kunnen gaan over, ja, zeg maar, alles wat actueel is. Amusement, sport. Ja. Wie ga jij vanavond hier interviewen? Leen Huizer. Leen Huizer. Leen Huizer. Wij kennen hem natuurlijk als Lee Towers. Waarom ga je Lee Towers interviewen? Omdat hij een geweldige carrière in Nederland heeft gemaakt. En wat mij in hem fascineert is het feit dat hij tot voor kort zijn zaken zelf deed. En dat is voor een zeker Nederlands artiest een unicum. Ja, een zakenman. Een zakenman, ja. Aad, heb jij hem wel eens geïnterviewd? Nee hoor, ik heb hem wel eens in een zaal zien optreden. Daar had ik diepe bewondering voor, want iedereen ligt onmiddellijk na de eerste paar maten aan zijn voeten. Maar geïnterviewd heb ik hem nog nooit. Waarschijnlijk wilde ik nooit iets van hem weten of zo. Ja. Kees, een vraag aan onze kandidaat. Ja, ik zou nog wel iets meer willen weten van wat je van hem wil weten. Want je hebt eigenlijk alleen maar dat zakenaspect genoemd. Ja, maar ik denk dat dat interessant genoeg is voor 5 minuten. Over zijn artistieke inbreng en kwaliteiten is natuurlijk al de wereld geschreven en bepraat. Maar dat zakelijke aspect en hoe hij dat vormgeeft, daar is nog niet zoveel van bekend. Dus dat leek mij interessant. Goed. Elke kandidaat heeft zijn huiswerk gedaan, u hoort het. En een weerslag van het huiswerk is een videoreportage van 2,5 minuut precies, die ze allemaal gemaakt hebben. We gaan nu kijken naar het huiswerk van mijn eerste kandidaat over Lee Towers. Welcome to my world. Voor mij is Lee Towers zoiets als de zoon van de buren. Een jongen die hartstikke goed kan zingen, die zakelijk vernuft heeft en op het idee kwam om in Ahoy te gaan staan. De eerste Nederlander trouwens. En hij weet een vol Ahoy te verkleinen tot een huiskamer. Vroeger was dat dus alleen voorbehouden aan buitenlandse topacts. En met gesprekken kom je dan uiteindelijk tot de grote wensvraag van we moeten dat nu eens een keer in Ahoy gaan doen. En dat is gebeurd. En ja, dat heeft natuurlijk vele financiën ook tot gevolg. Die moeten opgehoest worden. En toen hebben we een plan in elkaar gezet om in combinatie met het bedrijfsleven de concerten van Lee Towers in hoge gestalte te geven. En dat is heel erg goed gelukt. Als showman is Lee Towers een product. Een product dat zich blijkbaar goed laat combineren met andere producten. Vandaar dat sponsors op de stoep staan te dringen. Omdat Leen benadert een heel groot, breed publiek in Nederland. En dat brede publiek, daar moet ik mijn auto's aan verkopen. Van kleine auto's tot hele dikke auto's. Of mag dat niet? Leen is een man die van een gigantische show houdt. Daarin is hij ook een perfectionist. Een man die oog heeft voor elk detail. Een bemoeial en een regelaar. Vorig jaar hadden we dus een decor met heel veel bewegingen erin. Daar zaten onder andere drie trappen in die open moesten kunnen, zodat er een tunnel ontstond. Die trappen zaten eigenlijk niet in het budget, zodat we toch een oplossing moesten vinden. Leen kwam met de suggestie om bij een kennis van hem, die een aluminiumfabriek heeft, om daar eventueel die trappen te laten maken. We zijn toen samen daar naartoe gegaan en hebben het voor elkaar gekregen om die trappen gesponsord te krijgen. En dan is Leen in de winning mood en dan denkt hij dat hij alles kan. En hij komt met het riante restaurant Lee Towers Palace. Niet echt een succes. Ik zeg, Leen, denk nou goed na wat je begint. Ik zeg, je hebt nou heel wat centjes gespaard. Ga dan lekker stapelen. Stapelen. Wat is dat stapelen? Ik zeg, ja, gewoon je geld stapelen. En als jij genoeg gestapeld hebt, dan hoef je geen zaak meer te hebben. Nou, het resultaat is algemeen bekend. Een tijdje geleden is hij bij me geweest en zegt hij, John, ik wou ik toen naar jou had geluisterd. En was blijven stapelen. Maar Leen is een vechter, een bijter, een pitbull terrier van het goede soort. En let maar eens op, de buitenlanden komen eraan. Dames en heren, mijn gast van vanavond, Leen Huizer. Hallo. Ja, zo, en dan gaat het nu beginnen. Een live interview is spannender dan wij meestal denken. Je moet
als interviewer alles in de gaten houden. De tijd vooral. Je mag niet buiten die 5 minuten. En je kunt daarbij afgaan op de tekens die je krijgt van de opnameleider. Daar staat hij. Die geeft aan 3, 2, 1 minuut. En daarop moet je reageren, maar dat doe je vanuit je ooghoeken. Niet van, die heb ik door. Dat moet je heel rustig spelen. Maar tegelijkertijd, het allerbelangrijkste, luisteren. Wat zegt die meneer? Gaat hij met mijn vragen mee? Goed. Truus, let op je opnameleider. Je 5 minuten gaan in. Goed, succes. Dank. Meneer Huizer, we hebben net in het filmpje... Oh, voordat je verder gaat, wil je me plezier doen en gewoon Leen tegen me zeggen? Natuurlijk. Alsjeblieft. Leen, we zagen net in het filmpje 2 hele korte fragmenten van de gala's in Ahoy. Ja. Wanneer ben jij begonnen met die grote shows in Nederland? 8 jaar geleden. Want ik was een late starter. Ik begon eigenlijk pas bekend te worden toen ik 28 werd. En toen dacht ik, ja, ik heb niet zoveel tijd meer. En ik had op school geleerd, het kortste punt van A naar B is een rechte lijn. Dus vandaar dat ik denk, ik moet vlug wezen. En zorgen dat ik zo snel mogelijk mezelf aan die middenmoot ontruk. Welke middenmoot? Nou ja, zeg, je hebt in Nederland natuurlijk een hele berg artiesten. Een hele stapel mensen die ongeveer hetzelfde doen wat jij ook doet. Ja, en dan op een gegeven moment, dan word je onder dezelfde noemer geplaatst. Dus ik heb me daar, ik denk, als ik iets wil bereiken in dit vak, dan moet ik een aantal handelingen verrichten. En dat was er één van eigenlijk. Dat was beginnen met zo'n grote... Beginnen met grote concerten in Nederland. Groter dan ze ooit voor mij door iemand anders gedaan waren. Mm-hmm. En inmiddels, nou ja, dat is algemeen bekend, dat weet je. We hebben dit jaar een lustrum voor het 5e jaar, het gala in Ahoy. Waar per avond 7.500 mensen binnen kunnen. Ja. Ik wou toch nog even terug. Je neemt enorme risico's, hè? Financiële risico's, met die grote shows. Ja, maar het ene, het is natuurlijk inherent aan zowel het een als het ander. Als je die gala's doet in Ahoy, dan moet je ook inhoudelijk en qua omvang moet je dermate uitpakken. Zoals dat heet, dat het ook zich onderscheidt van al die andere producties die in Nederland plaatsvinden. En dat betekent een gigantisch orkest, grote balletten, geavanceerd licht, geluid wat optimaal en perfect is. Mm-hmm. Zichtlijnen en zoals Jan Leuk dat ook heel terecht signaleerde, hebben we die sponsorpakketten toen bedacht om het een en ander ook... betaalbaar te maken. Hoe ging dat in zijn werk? Op een gegeven moment bedacht je van... het is leuk om in de Ahoy te gaan staan. Hoe is dat gegaan? Nou, de voorbode was eigenlijk de 6-daagse. Nou, een aantal mensen zijn daar in de afgelopen jaren denk ik wel geweest. Daar zie je dat men zich verdrinkt op het middenveld. En om bij de celebrities te horen. En met alle respect overigens. En toen dacht ik, ja, dat is het ei van Columbus eigenlijk. Het is een gat in de markt. Wanneer heeft men nog een avond dat men zich gesoigneerd nog kan vertonen? Daar waar je nog een heleboel andere gelijksoortige mensen tegenkomt die dat kennelijk ook met veel plezier doen. Mm-hmm. En daar een behoefte aan hebben. En nog afgezien dat ze er zelf een behoefte aan hebben, ze kunnen zich daarmee fantastisch profileren naar hun zakenrelaties toe. Dan vraag ik me af, als je dat allemaal zo vertelt, dat heeft een enorme organisatie, heeft dat nodig. Ja, we zijn er een jaar mee bezig. Ja. Wat ben je nou meer, zanger of zakenman? Nou, ik denk dat je eigenlijk op de keeper beschouwt zoals ik het doe. Ik denk dat je dan meer zakenman bent dan zanger. Dat klinkt een beetje vreemd, maar je bent toch van 's morgens vroeg tot... tot 's avonds laat ben je toch met die materie bezig. Want als ik de deur uit ga, dan heb ik er al een dag op zitten eigenlijk. Met zaken doen? Ja. Mm-hmm. Dat zijn prettige zorgen dus. Dat zal wel. Want het gaat je heel goed, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, behalve Litouwers Palace. Ben je daar nou failliet aan gegaan of niet? Kijk, op een gegeven moment... Ben je daar failliet aan gegaan, aan Litouwers Palace? Nee, gelukkig niet. Dat zou heel spijtig geweest zijn. Maar op een gegeven moment, 3 van mijn kinderen zitten in de horeca. Ik had voor mezelf het idee een aantal jaren geleden. Ik denk, nou, nu moet ik het denk ik
is het punt gekomen waarin ik het wellicht zou moeten gaan afbouwen. Mm-hmm. Nou, niets is minder waar, want ook internationaal komt nu een wellicht een carrière op de hoek. Ja, is het waar dat je in samenwerking met een heel groot automerk een tournee gaat maken, ook in het buitenland? Nog niet in het buitenland. We beginnen volgend jaar in Nederland met een grootschalige tournee. En die zal zich ongetwijfeld doorzetten ook naar het buitenland. Leen, ik wens je hartstikke veel succes ermee. Bedankt voor dit gesprek. Zijn er 5 minuten lang? Ja. Ik heb zitten genieten, eerlijk gezegd, van de jury. Die zat mee te schrijven. Ageet zag ik op de klokje kijken. Red ze het binnen die tijd. Heel spannend was het hier ook. Kees, jouw eerste reactie. Ja, het was een gesprek. Het waren niet vragen die je oplas van een briefje. Het liep door, je reageerde. Er kwamen hele interessante dingen naar voren voor mij. Dat is dan de inhoud. Ja. Als ik nou, één puntje van kritiek. Die eerste vraag, daar dacht ik oei oei oei. Want je vroeg, wanneer ben je begonnen met die grote shows? Nou ja, dat is eigenlijk niet erg interessant, hè? Mm-hmm. Eigenlijk bedoelde je, waarom ben je begonnen met die grote shows? En daar kwam je dan ook snel op. Of maar, toen hij het over die middenmoot had. Zou ze niet gehanteerd kunnen hebben als een aanzetje voor? Want oké, het is een vedette, maar hij moet toch even op zijn gemak gezet worden. Makkelijke vraag. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Ja? Maar ik vond het dus perfect. En die middenmoot, wat bedoel je, toegelicht. Hmm. Zo'n vraag als wat ben je meer, zanger of zakenman? Nou, de meeste mensen die durven daar niet op te antwoorden. Maar verdomd, hij zegt het, meer zakenman. Dus ik vond ook nog een meedogenloos kijkje in het zakenleven. Hmm. Heel interessant. Aad, jouw reactie. Ik vond, het ging dus over Leen als zakenman. Hè? Dat uitgangspunt stellen we nog een keer. Ik vond die film, alhoewel het allemaal sprekende hoofden in beeld waren, had daar rechtstreeks mee te maken. Dat vond ik een aardige film. Het gesprek, wat ik heel opmerkelijk, als ik een klein detail eruit mag lichten. Zij vroeg, ben je failliet gegaan? Waarop Leen daar onmiddellijk overheen sprak. En toen herhaalde ze dat. Ze wilde daar antwoorden hebben. Dat was uitstekend. Wat ik gemist heb, Leen als zakenman. Om welke bedragen gaat het, Leen? Welke risico's loop je bij zo'n Ahoy-show? Om hoeveel geld gaat het? Om een voorbeeld te geven. En wie betaalt dat als je de mist in gaat? Die autodealer of jijzelf? Ikzelf. Hoeveel? Om een voorbeeld te geven, we hadden een begroting vorig jaar van slordige bijna 2,5 miljoen gulden aan kosten. Voor 8 dagen. Dus dan heb je een klein beetje het idee dat je eigenlijk pas op de keeper beschouwt. Zelf aan de beurt ben om wat om te gaan stapelen, zoals John dat zei. Ja. Op het laatste concert, als al die anderen al helemaal vol zitten. Dus. Dan, goed, december dus weer. Als ze niet komen, zit je er voor 2,5 miljoen in. Ja. Maar ze komen. Zweet breekt me nu uit. Maar ze komen wel. Ja. Ja. Goed, Ageet. Een korte reactie, alsjeblieft. Ja, ik ben niet zo enthousiast als de vorige twee. Ik vond het heel goed, maar je had beter gekund. Je liet hem in het begin te veel gaan. Je had uit het filmpje zoveel aanknopingspunten om hem meteen vast te pinnen op die zakelijke kant. He, je had met één kunnen zeggen en hoe zit het met het stapelen. Maar je raakte niet in de war door zo'n ontzettend valse interruptie in het begin. Dat vond ik knap. Ja. He, want dat is het ergste wat je kan overkomen. Iemand die je interviewt en die al in je eerste vraag zegt, u doet het fout. Dat is vreselijk. Je kwam prachtig terug, zal ik zeggen. Ja. Maar je had hem met één op dat geld en op dat stapelen moeten pakken. Je liet hem eerst te veel wegzwemmen. Dat vond ik jammer. Maar verder, heel goed. Ja. Goed. Dank jullie wel voor jullie oordeel, jury. Dank u wel, Leen Huizer. En dit was de bijdrage van Truus Vrijdags. Dat was het eerste interview van de avond. Interviewen is, en u hoorde het al, vooral luisteren, opletten, zoals Truus terecht deed. Wat zegt hij eigenlijk? Er was dus een bekende figuur die al, ik weet niet hoeveel keer geïnterviewd was, live op de televisie. En die werd op een dag ondervraagd door een collega die zich keurig geprepareerd had. Alle vragen op een lijstje. En die vuurde die even keurig af. Maar hij leek niet te luisteren. En die ondervraagde, die wilde dat wel eens uitzoeken.
En die zei, moet je opletten, in één zin. Voordat we die belangrijke vergadering ingingen, had ik eerst nog een ontbijt met de dochter van de paus, die, zoals u weet, getrouwd is met de bisschop van Orleans. Zegt die verslaggever, wat was de uitslag van de vergadering? Goed, mijn volgende kandidaat, die luistert. 24 jaar, uit Delft, Gesinus Hagen. Delft doet het ergste vermoeden, hè? Nou, dat schijnt zo te zijn, ja. Ja, ja, je eigen clan meegenomen daar. Nou, gekomen. Ja, jij studeert in Delft? Ja, dat klopt. Civiele techniek. Wat betekent dat? Dat heette vroeger weg- en waterbouwkunde, maar er is van alles bijgekomen. En daarom moesten ze die naam veranderen. Ja, ja. Hoe lang moet je nog voordat je afgestudeerd bent? Ik moet nog een half jaar. Half jaar? Ja. Waarom doe je mee aan deze wedstrijd, Gesinus? Omdat ik het leuk vind. Het is, nou, dat vind ik een goede reden. Ja, ja. Het is een hele leuke kans om hier even kennis mee te maken. Ja. En eens te kijken of ik dit ook kan. Ja. Je hebt die training gehad van ons. Je bent door de molen gegaan, zoals het heet. Heeft je dat al veel geleerd? Ik denk het wel. Zeker zo'n filmpje maken is ontzettend interessant. En zeker als het dan een beetje lukt. Ja, en dat gevoel heb je. Ja. Goed. Wie ga jij interviewen? Ik ga Frans Zwartouw interviewen. Frans Zwartouw, we zien de zaak. Frans Zwartouw, de baas van Fokker. Dat klopt, ja. Waarom Frans Zwartouw? Omdat ik dat een hele interessante man vind. Hij heeft in de Rotterdamse haven het nodige gepresteerd. En hij is ook met Fokker op een hele goede manier aan de gang gegaan. En heeft er toch min of meer voor gezorgd dat Fokker nog bestaat op dit moment. Hmm. En dat boeit mij wel, hoe hij dat gedaan heeft. Hmm. Ik heb de indruk, Aad, dat hij hem bewondert. Dat hij hem bewondert. Ja. Ja, dat is een slecht uitgangspunt voor een gesprek. Zeker met meneer Zwartouw, vind ik. Maar dat is een persoonlijke mening. Maar bovendien, waar ik mee zit, is dat ik denk dat veel journalisten in Nederland ontzettend graag meneer Zwartouw zou willen interviewen. Dat doet hij niet zo vaak. En ik zou in 5 minuten mijn terrein ontzettend afbakenen en zeggen, nou, dat wil ik weten, want ja, dat hele succesverhaal, dat wordt een soort diep menselijk interview, wat heel lang gaat duren. Dus heb je iets wat je weten wil? Is er iets wat je uit die man wil hebben? Hij luistert even niet mee, hoop ik. Ja. Nou, ik wil van hem horen hoe hij dat nou precies aangepakt heeft. Hoe hij daar persoonlijk mee bezig is gegaan. En hoe hij dus denkt dat hij daar persoonlijk ook een bijdrage aan geleverd heeft. En ik denk dat dat wel interessant is. Ageet, ben jij benieuwd? Nee, ik wil niks weten, ik wil alleen maar horen. Ze hebben weer hun huiswerk gedaan. En een weerslag van het huiswerk van Gesinus Hagen over Frans Zwartouw gaan we nu zien. 2,5 minuut videoreportage. Hier achter mij, in Amsterdam Zuidoost, staat het hoofdkantoor van Fokker. Een onderneming waarin zo'n 11.000 mensen werken aan het ontwerpen, produceren en verkopen van vliegtuigen. In 1978 kwam Frans Zwartouw hier in de Raad van Bestuur. Met zijn ervaring uit de Rotterdamse haven voerde hij tal van reorganisaties door om het wat conservatieve bedrijf om te bouwen tot een sterke marktgerichte onderneming. Hoe werd er toen binnen het bedrijf gedacht over deze nieuwe topman? Natuurlijk werd er in het begin gezegd van wat moet Fokker met iemand uit de haven. Maar in die fase had Fokker een ondernemer nodig. En die ondernemer besloot 2 nieuwe vliegtuigen tegelijk te gaan ontwikkelen om het bedrijf een stevige basis voor de toekomst te geven. Eind vorig jaar leek dat te veel voor de relatief kleine vliegtuigfabriek. De inkomsten stagneerden door het te laat afleveren van de eerste toestellen. Er moest voor steun worden aangeklopt bij de overheid. Zwartouw werd als de grote schuldige aangewezen. Volgens mij is Zwartouw een mislukte ondernemer, omdat hij sinds hij bij Fokker is eind jaren 70... alles bij elkaar verlies heeft gemaakt voor de vennootschap. En bovendien is het vorig jaar zo slecht gegaan onder zijn leiding dat de vennootschap afhankelijk is geworden van de staat. En dat hij het slecht heeft gedaan, de zaken verkeerd heeft ingeschat, dat blijkt ook uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering van eind vorig jaar. Dat kun je hem persoonlijk aanrekenen, die fouten? Ja, hij is de eerste verantwoordelijke. Weliswaar is de Raad van Commissarissen ook medeverantwoordelijk, maar hij is natuurlijk degene die het in eerste instantie gedaan heeft. Maar ondanks alles bleef Zwartouw bij Fokker.
alsof de kritiek hem persoonlijk niet raakte. Het heeft hem persoonlijk zeker wel geraakt. Maar hij is op zijn post gebleven. En dat was heel belangrijk voor Fokker op dat moment. De vliegtuigen gaan inmiddels als warme broodjes over de toonbank. De Nederlandse vliegtuigindustrie lijkt gered. De belastingbetaler heeft een bijdrage moeten leveren. Maar het heeft Frans Zwartouw persoonlijk waarschijnlijk meer dan die 10 jaar van zijn leven gekost. De baan van de heer Zwartouw, of überhaupt raad van bestuur Fokker, dat zijn zulke zware banen. Dat zijn sletageslagen die ze moeten voeren. En dat kan je een aantal jaren wel, en dan op een gegeven moment is het over. Dan zijn ze op. En hier is mijn gast van vanavond, Frans Zwartouw. Hallo. Is dat toch, gaat u zitten. Zo, de 5 minuten de tijd om een captain of industry te interviewen. Een man die de moeilijkste vergaderingen heeft geleid, de lastigste verslaggevers van zijn lijf heeft geschud. Frans Zwartouw. Ik geef het je te doen. Gesines, goed succes. Meneer Zwartouw, toen u bij Fokker kwam noemde u zichzelf een eenvoudige containerboer. Wat had zo'n eenvoudige containerboer te zoeken bij Fokker? Ik weet niet of ik het woord eenvoudig eraan toegevoegd heb. Ik heb hem wel containerboer genoemd. Het is een... Fokker is een ereopdracht. Fokker is een industrie die Nederland moet behouden. En als je dat aangeboden wordt, kan je er bijna geen nee op zeggen. Ik heb toen wel gezegd, als ik dit kan, kan ik het werkelijk. Maar had u zelf het gevoel dat u het kon? Daar kan je nooit gif op nemen. Dat weet je pas als het afgehandeld is. Een ondernemer wordt niet beoordeeld op hoe hij het doet, maar op het resultaat wat hij bereikt. Maar Fokker was een typische technische onderneming. En ja, daar heeft u eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. Een technische onderneming met erg veel technici die de bouwstenen aanlagen die ik nodig heb om de onderneming te leiden. Maar u moet natuurlijk wel doorhebben hoe dat in elkaar zit. Ja, maar als je je interesseert voor je werk, dan leer je dat toch al gauw. Maar een vliegtuigbouwkundige ben ik niet geworden in die jaren. Maar u heeft toch die belangrijke beslissingen moeten nemen. Bijvoorbeeld de beslissing om 2 vliegtuigen tegelijk te gaan ontwikkelen. Ja, dat zijn toch ondernemersbeslissingen. Ik vind dat daar volstrekt geen alternatief was. Ik heb er veel verwijten over gehad dat we dat tegelijkertijd gedaan hebben. Ik vind dat, ook in perspectief gezien, denk ik dat op een gegeven moment geconstateerd wordt dat we dat toch juist gedaan hebben. Maar op dat moment kon Fokker dat eigenlijk niet. Het was erop of eronder. Okay, we hadden kunnen zeggen, het kan niet met die onderneming. Nederland kan geen vliegtuigfabriek hebben. Je kan ook zeggen, ik weet elke reden waarom het niet kan en we gaan het toch doen. En we hebben besloten het toch te doen. En dan zeg ik ook we, want het is niet alleen Frans Zwartouw. Dat zijn ook de andere 11.000 mensen die bij en voor Fokker werken. Maar op een gegeven moment leek het alsof het niet gered werd. Het is kantje boord geweest. We hebben de onderneming uit 2 oogpunten echt overbelast, financieel en qua mensen. Ik zeg weer, het alternatief was geweest dat we of 1 programma of geen programma gelanceerd hadden. En dat het met Fokker gebeurd geweest zou zijn. Niet geschoten is nooit een eendvogel. En toen moest u naar Den Haag toe? Ja. Moet u zo bij realiseren dat we waren al naar Den Haag geweest. Ontwikkelingsfondsen waren voor een groot gedeelte van de overheid gekomen. Het bleek niet voldoende te zijn en we moesten dus nog een keer naar Den Haag. En toen viel ook de hele pers over Fokker en over u persoonlijk. Ja. Wat vond u daarvan dat mensen die daar niet echt ingewerkt zijn zich gingen bemoeien met uw beroep? Niet de pers en niet de politiek maakt uit of een directeur bij een bedrijf blijft. Dat maakt de Raad van Commissaris uit. Maar je kan natuurlijk zo in discrediet gebracht worden dat je functie onhandhaafbaar is geworden. Dat je zelf onhandhaafbaar bent geworden. Die dingen doen pijn. Daar kom je gehavend uit. Heeft u toen niet zelf gedacht van jongens, bekijk het maar, ik ga weg? Nou, je krijgt natuurlijk, je raakt ons in de stemming om te zeggen, je krijgt de pip. Maar dat was me eer toch daarna. Potverdozie. Ja. De aandeelhouders hadden op dat moment wel vertrouwen in Fokker. De grootste aandeelhouders zijn blijven steunen en hebben aan onze zijde gestaan. Ja.
gaat u misschien de politiek in, nu u zoveel contacten in Den Haag heeft gelegd inmiddels? Ik weet in de eerste plaats niet of we in de afgelopen jaren nou werkelijk het pad daarvoor geëffend hebben. Het tweede punt is, ik denk dat ik volstrekt ongeschikt ben voor dat beroep. Ik ben geboren als ondernemer en dat wil ik blijven. Maar Den Haag zou best een ondernemer kunnen gebruiken, gezien de bezuinigingen. Ik heb u toch mijn commentaar gegeven, Dave. En wat gaat u dan doen? Want in feite is de klus geklaard bij Fokker. Nou. De klus geklaard, dat vind ik nogal sterk uitgedrukt. Bij Fokker is de klus nooit geklaard. Je bent daar nooit uit de problemen uit te zorgen. Ik zit op dit moment bij Fokker. Ik ben de voorzitter van de Raad van Bestuur. En dat is het. Maar de geruchten gaan dat u zeer binnenkort weggaat. Ik heb die geruchten ook wel eens gehoord, ja. U heeft zelf gezegd, 7 jaar is genoeg voor zo'n functie. En dan moet je ook opstappen. En u zit er nu ruim 10 jaar. Ja, ruim 10 jaar, ja. Nou, dan gaan we weer over de speculaties over mijn vertrek. En dan herhaal ik een zin die ik op een andere plaats gebruikt heb. Wanneer en of ik ga, gaat u geen fluit aan. Dank u wel, meneer Zwarthaal. Zo. Gaat je geen fluit aan, hè? Nee, dat blijkt. Ja. Aad, een reactie. Ik vond dat toen meneer Zwarthaal zei, niet de pers en niet de politiek maakt uit wat er gebeurt bij Fokker, maar ze kunnen je zo in discrediet brengen dat je onmogelijk wordt. Ik vraag mij af, hoor, of de pers en de politiek dat hebben gedaan. Daar had ik graag nog wel iets over willen weten, gezien is, maar ik zal dat niet meer vragen, anders duurt het te lang. Ik vond de vraagstelling soms nogal subjectief. Den Haag kan best een ondernemer gebruiken. En het gaat je geen fluit aan, heb ik al eens eerder gehoord. En ik had graag gehoord dat je nog even door had gezeurd, maar de tijd was waarschijnlijk om. Alles bij elkaar vond ik het toch een goed interview. Ah, dankjewel. Dat goed. Dankjewel. Ageet? Ik vond het filmpje goed. Je hebt een mooie stem. Je commentaar is goed. Net op het moment dat ik ging denken, dit wordt een soort hagiografie, alleen maar bewondering, kwam die Pieter Lakenman. Een goede moment gekozen. Maar in het interview gaf je te veel de leiding uit handen. Als je iemand als Zwarthaal kiest, weet je wie je kiest. En dan moet je je daarop voorbereiden. En dan moet je dus zeggen tegen jezelf, ik ben de baas. Kees. Misschien is het omdat de wereld van Lee Towers voor mij echt geheel onbekend was en ik daar erg veel nieuwigheden hoorde. Ik was hierover wat minder enthousiast. Hij kon alle kanten uit. Hè? Het was bijna mislukt, zeg jij. Ja, dat is eigenlijk geen vraag. U moest naar Den Haag. Dat is ook een constatering. Hij kan gewoon zijn riedel afgeven. Wat voor mij nieuw was, dat was op het eind het gerucht. U gaat over 7 jaar weg. Maar niet dat over 7 jaar, zei. U heeft wel eens gezegd van 7 jaar is welletjes. Dus het wordt nu tijd om op te staan. Je zei het gerucht, hè? Maar dat zei je op zo'n toon alsof we dat allemaal al wisten. Ja, jij wist het natuurlijk. Hè? Ja, maar dat kan toch ook een techniek zijn om te kijken of ik Zwarthaal uit zijn tent kan lokken? Maar we weten met z'n allen dat het zo is. Of niet? Ja, kijk, bij alles wat ik zeg staat voorop dat ik natuurlijk ik moet er niet aan denken dat ik daar zou moeten zitten. En dat in 5 minuten zou moeten doen. En dus het was een gesprek, het ging door, je viel niet van je stoel. Je keek niet op je briefje. Ja. Ik bedoel, dat zijn eigenlijk precies, dat heeft jullie respect afgedwongen. De wijze waarop deze 24-jarige die houten methode toch dorst vragen te stellen. Dank u wel. Dank u wel. De Zwarthaal, dank u wel. En dit was de bijdrage van Gesine Hagen aan deze wedstrijd. Ik ga mijn volgende kandidaat wat vragen. 24 jaar, uit Utrecht, Sascha Mourali. Uit Utrecht, heb ik gezegd. Daar studeer je, hè? Ja. Wat? Frans. Hoe lang moet je nog? Dit zijn de laatste weken. Ja. Mourali is haar naam. Ja. Die heb je te danken aan jouw Tunesische vader. Klopt. Ja. En je moeder is uit Nederland? Ja. Ja. En je bent dus, zeg maar, tweede generatie Tunesië. Of heb je Nederlands? Ik ben Nederlandse. Ah, ja. Waarom wil je meedoen aan dit programma? Ik wil heel graag de journalistiek in.
En daarvoor heb je Frans gekozen? Nou, ik vond een academische basis sowieso goed. Ja? Ik heb bijvakken gedaan zoals massacommunicatie, internationale communicatie, film- en televisietheorie, internationaal economisch recht. Dus ik heb echt me gericht op die kant. Ja. Ik denk, nou, de Franse taalbeheers is op zich niet slecht. Ja. En ik heb met mijn vader, die journalist is, een soort stage gevolgd. Ik vind het heel leuk om met hem mee te gaan. Ja. En met hem over zijn vak te praten. Ja. Daar leer ik ook van. Dat heb je veel gedaan? Ja, zeker. Jaar. Ja. Wat betekent jouw voornaam eigenlijk, Shazia? Shazia. Shazia, wat betekent dat? Het schijnt iets heel romantisch te betekenen als zingende vogel. Maar dat vind ik wel aardig, ja. En wie ga jij hier toe chirpen? Guus van Maurik. Guus van Maurik. Ja. Shazia Mourad. Guus van Maurik. Ja. Hoe vaak is er nu karate kampioen van de wereld? Van de wereld 6 jaar. Die kampioenschappen worden eens in de 2 jaar gehouden. Dus heeft het 3 keer gewonnen. In oktober aanstaande in Cairo, tussen de piramides, gaat ze het vast en zeker weer een keer halen. Dat zou betekenen dat ze 8 jaar achter elkaar die wereldtop heeft vastgehouden. En dat vind ik een gigantische prestatie. Ja. Heel goed. Ja, Kees, had jij gehoord van Guusje van Maurik? Nee. Het is heel vreemd he, dat we daar een hele grote sportster in Nederland hebben rondlopen waar we nauwelijks van weten. Maar ik volg de sport slecht hoor. Ja? Aad, die volgt de sport heel goed. Die is tenslotte eindredacteur van Sport op Vrijdag van de KRO. Ja, maar het is niet zo vreemd toch? Een sportman of vrouw is zo bekend als de sport is in een land. En karate is niet nou direct een hele bekende sport. Ik denk dat veel mensen denken dat het uiterst agressief is en dat je daar wat weg van moet blijven. Ik denk dat dat de verklaring is dat weinig mensen van er gehoord hebben. Maar daarom best interessant om eens met haar te praten. Goed, dan nu het werkstuk wat Shazia Mourali heeft gemaakt van Guus van Maurik. 2,5 minuut video. Ze heeft smaak en geniet van de kleine dingen in het leven. Ze houdt van kleine hondjes. Als tandtechnicus maakt ze kleine voorwerpen. De grote karatekampioen Guus van Maurik. Ja! In deze oefenruimte bereidt Guus van Maurik wereldprestaties voor. Hier verenigt ze innerlijke rust. Boksen je mee? Met uiterlijke kracht. Niet zo'n bekende sportheld. Toch staan er 25 Nederlandse, 6 Europese en 3 wereldtitels op haar naam. Dankzij een onverwoestbare mentaliteit en keihard trainen. Voor een goede basis is jarenlang oefenen nodig. Uit de getoonde discipline, concentratie en beheersing blijkt dat karate meer is dan alleen vechten. Ja! Grondlegger van het karate is Funakoshi. Aan het begin van deze eeuw zette hij op schrift wat al eeuwen werd overgeleverd. De karate-do, de weg van de lege hand. Een verdedigingssysteem ontwikkeld op het eiland Okinawa na het invoeren van een wapenverbod. Zo'n 500 jaar geleden. Lichaamsdelen zelf werden dodelijke wapens. Daarnaast was het geestelijke aspect belangrijk. Door constante training ontwikkelt men een onverstoorbare kalmte die uiteindelijk leidt tot het één worden van lichaam en geest. Bij dit onderdeel van de training, het kata, worden denkbeeldige tegenstanders volgens een vast patroon bestreden. Schoonheid, kracht en ritme bepalen de kwaliteit van het kata. Ja! Maar ook echte tegenstanders kan Guus aan. Tijdens nationale en internationale wedstrijden en hier in de oefenruimte. En desnoods op straat. Guus van Maurik. Hi. Ga zitten.
Je gaat toch met enige schroom naar zo'n karatekampioen toe, moet ik zeggen. Goed, dan gaan we weer. 5 minuten voor Sjaasja Murali om de wereldkampioen op de mat te treffen. Nu gaat het weer beginnen. Je moet een sprint trekken. Adrenaline door je bloed. Eigenlijk is een goed interviewer als een topsporter. Dit wordt de topwedstrijd van Sjaasja Murali. Goed succes. Guusje, die laatste scène dus niet missen. Doe je dat nou vaak, zo mannen in elkaar trimmen? Is dat een hobby? Nee, dat is me gelukkig nog nooit overkomen op straat. Je hebt het nooit hoeven toepassen in de werkelijkheid? Nee. Daar zijn mensen bang voor, hè? Vechtsporters, wordt gedacht, die gaan met al hun kunsten de straat op. En daar moet je voor oppassen. Ja, ze hebben vaak een verkeerd beeld van vechtsporten, vind ik. Als je hard traint, heb je een hele andere discipline. En in principe hoef je helemaal buiten de school, sportschool niet te vechten. Hmm. Nou, is er een officieel rapport verschenen van het ministerie van Justitie, waarin geconcludeerd wordt, vechtsporters zijn crimineler dan andere mensen. Er is een verband tussen agressie en vechtsport. Wat vind jij daarvan? Nou, ik heb wel mijn bedenkingen. Ik heb me niet echt geïnteresseerd of ben niet echt van het rapport op de hoogte. Maar ik vind wel, als er in de krant iemand een misdaad heeft gepleegd en hij doet toevallig karate of kickboksen of wat dan ook, dan staat erbij, hij is een goede kickbokser of karateka. Doet hij al jarenlang volleybal, dan staat dat er niet bij. Ja, dat vind ik raar vaak. Ja. Er zijn die conclusies zijn gepubliceerd van dat rapport. En op alle eerste pagina's van de kranten stonden die prachtige zinnen. Daar zijn weer reacties op gekomen vanuit die karate- of vechtsportwereld. Mensen zeggen, die Oosterse vechtsporten met name, hebben een pedagogische waarde. Wat is er nou zo opvoedkundig aan leren trappen en stoten en iemand op de grond smijten? Nou, we zien het natuurlijk als een sport in Nederland. En ik zie het dan zelf bij kinderen ook. Vaak komen ze agressief en stoer van ik ga wel even lekker karaten. Maar dan zijn de regels zo streng in een goede sportschool dat ze vaak de waarde van inzien. En op straat eigenlijk helemaal niet meer vechten. Want ze hebben altijd gedacht van nou, ik kan goed vechten. Ik hoef op straat helemaal niet te vechten. Dus dat is natuurlijk heel veel waard. Dus het werkt omgekeerd? Het werkt juist omgekeerd. Omdat je het kan, doe je het niet meer? Nee, je weet hoe sterk je bent. Ja? Laat die kinderen of mensen die dat bedenken. Ja, we hebben het gezien net. Dat is niet mis. Ja. En dan hebben ze natuurlijk een bepaalde respect voor hun tegenstander. En ze denken, nou, ik hoef niet meer te vechten op straat. Ik doe karate of wat dan ook. Ik heb dat niet nodig. Kun je iets vertellen? Je zei iets over in de sportschool. Wat voor soort etiketten heerst daar in zo'n karateklas? Voordat je de mat betreedt, moet je eigenlijk even buigen, groeten. Voor wie? Als respect. Ja, vroeger hingen altijd een altaartje aan het einde van de mat, voor een of andere grootheid. Ja, dat is natuurlijk van vroeger. Als je met elkaar gaat wisselen van partner voor oefening, dan buig je voor elkaar. Je zegt niet van, hé, ik ga met jou. Maar je buigt. Je hoeft dus eigenlijk niet te praten. Je raakt elkaar niet aan. En als je klaar bent met je oefening, dan buig je weer. En bij ons, het komt natuurlijk uit je pan misschien. Je hebt rangen. De hoogste band hoeft eigenlijk geen lage band te kiezen. Een lage band kiest altijd een hogere band. Ja. Voor oefeningen. En kinderen, pikken die dat? Want de discipline is een beetje op scholen verminderd, hè? Ja, maar ze vinden het altijd wel leuk. Ik merk dat als kinderen 1 keer of 2 keer in de week gaan karaten, vinden ze prachtig als ze een beetje gedrild worden. Af en toe een grapje tussendoor. Maar als de les niet streng zou zijn, zou het gewoon niet leuk vinden. Ja. En dat kan ook best. Ja. Terug naar de topsport. 6 jaar, hè? Al wereldkampioen. Ja, nog wel. Hoe oud ben je? Ik ben 32. 32. Als je het dus weer haalt, dan betekent dat je 8 jaar achter elkaar die wereldtop hebt vastgehouden. Ja, nou, ik doe geen voorspellingen over de eerstvolgende, want ik kan hier wel mijn enkel verzwikken en dan gaat mijn kampioenschap. Daar hangt het dus vanaf, niet van de tegenstanders. Ook, maar ik doe nooit voorspellingen. Kijk, ik ga er natuurlijk voorheen om te winnen. Ik train hard voor. Hoe vaak train je per week? Dagelijks. Elke dag? Elke dag. Hoeveel uur? 2 uur gemiddeld. Het is een explosieve sport, dus je kan niet zeggen, je kan geen 4 uur, 5 uur per dag karate beoefenen. En dat gaat goed zo, in combinatie met mijn werk. Als je Olympisch kampioen was geweest, was je dan populairder geweest? Ja, dat denk ik wel. Dan kom je ook makkelijker aan sponsors en is misschien alles wat makkelijker. Dat is wij moeilijk zijn om aan sponsors te komen? Ja, vind ik wel. Ik heb het gelukkig niet zo nodig, maar ik denk als ik Olympisch kampioen zou zijn, dan heb je het allemaal wat makkelijker. Maar dat zijn wij pas in 92. Dan wordt karate een Olympische sport? Dan wordt karate waarschijnlijk Olympische sport, misschien officieus. En ik weet niet of ik daar nog bij ben. Zo niet? Nou, 4 jaar. De motivatie is natuurlijk belangrijker, denk ik. En ik weet niet of ik dat nog haal, maar we zien. Maar je bent toch in goede vorm? Ja, lichamelijk is wel mogelijk, maar je weet natuurlijk niet. Ik doe al 8, 9 jaar aan het wedstrijdsport. Of ik daar nog zin in heb natuurlijk. Maar ik wacht gewoon af. Ja. We zien wel. Ik vind het heel erg spannend. Ik zelf ook een beetje. Denk je dat het helpt als je iets meer steun krijgt vanuit Nederland, vanuit het publiek?
Ook. Nederland vind ik niet zo'n topsportland. Hoewel ik best goed geholpen word door de Nederlandse Sportfederatie. Maar ik vind in Nederland verwachten ze dat je maatschappelijk jezelf goed bijhoudt. En dat je ook nog topstatus. Ze hebben liever een goede tandtechnicus dan een wereldkampioen karate? Ja, dan wil ik het wel alle twee worden. Maar in het algemeen, Nederland, ja, je moet maar zorgen dat je na je sport wel iets vindt. En nou, dat is moeilijk natuurlijk. Toch ga je volgens mij winnen. En wij staan heel erg achter. Je vond enig dat je hier was. Heel erg bedankt voor al je medewerking aan het filmpje. Heel veel succes in Cairo. Dankjewel. Goed hoor. Ageet, je reactie. Heel goed gedaan. Wat het allerbeste is, je luistert. En dat is zo belangrijk. Je gaat in op wat Guusje zegt. Je praat door op wat Guusje zegt. Maar mijn kritiek is, niet al je vragen zijn interessant genoeg. Zo'n vraag over etiketten, dat vind ik zonde van de tijd. Er zijn zoveel dingen die ik van iemand als Guusje, waarvan ik niets weet en ik denk niemand iets weet, wil horen, dat die etiketten me dan niks kan schelen. Dat maar, maar juist omdat zij heeft willen uitleggen dat het een sport is waar veel ethiek ook omheen heerst. Dat heb ik al gezien. Heb ik al gezien in dat filmpje. Reactie van Kees. Ik ben het wel. Ik kan wel vinden wat Ageet zegt. De verdienste van het interview is dat je 5 minuten naar een karatekampioen kan kijken. En dat je in ieder geval ziet hoe deze karatekampioen is. Eruit ziet, praat, denkt en zo. En dan krijg je, dat is mijn reactie althans, de geëikte verhalen. Het is helemaal niet zo agressief en het trekt geen getijsem aan. En de etiket is zo mooi. Dat geloof ik persoonlijk allemaal. Het kan waar zijn, kan ook niet waar zijn. Maar het bewijs wordt niet in zo'n interview geleverd. Aardse reactie. Ja, ze heeft gezegd ze wil journalist worden. En ik denk dat het heel belangrijk is, hoe vriendelijk je een gesprek ook maakt, daar hoort een dosis argwaan bij als je met iemand gaat praten. Nogmaals, dat kan uiterst vriendelijk zijn, maar achterdocht. En ik vond dit ontzettende gesprek van twee gelijkgestemde geesten. Er werd gezegd, die vechtsport die staat slecht bekend. Dat kan best zijn. Maar in die film zat dus weer een mevrouw die een meneer in elkaar trimde. Geen aardige meneer, om zo te zien. Maar weer werd dat oordeel van dat op straat vechten daarmee een beetje bevestigd. En als dan zij aangesproken wordt in een journalistieke vak en Guusje zegt, ik begrijp niet dat de krant erbij schrijft dat dat een karatebeoefenaar is. Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, dat is heel relevant in dit soort omstandigheden, denk ik. Dan had ze toch even moeten zeggen, mevrouw, u komt nu aan mijn vak. Ja, maar je had de bedoeling. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je kan best ontzettend veel van voetbal houden, maar daar toch een paar rare facetten aan zien. Zodat je, zoals je ook van karate kan houden, denk ik, maar daar toch een paar kanttekeningen bij kan plaatsen. Want er zullen best een paar zaken zijn die niet echt goed zijn als in die film wordt gezegd dat de theorie van de lege handen, de handen die worden omgeschoold tot dodelijke wapens, daar schrik ik behoorlijk van, om eerlijk te zijn. Ja. Goed, je had wel een bedoeling trouwens met die scène die, die er was. Wat was je bedoeling? In heel veel films en op tv zie je ook vaak dat vrouwen worden lastiggevallen. En dan gaat het altijd zo, in het begin zegt die mevrouw nee, nee, nee. Even later barst het geweld echt los en dan zegt die mevrouw opeens ja, ja, ja. Voor één keer een vrouw te laten zien die echt nee zegt. En het is dus puur verdediging. Hè? Wat je ook ziet, als ik daar nog heel even op in mag gaan. Zij duwt die man weg voordat ze hem uitschakelt. Ze begint niet gelijk die man in zijn kruis te trappen. Ze duwt hem weg. Hij kan nog denken op dat moment, hey, deze dame kan niet. Ik ga naar huis. Ze pakt hem niet gelijk. Dat is een belangrijk aspect. Dankjewel, Guus van Maurik. Dit was de bijdrage van Shasha Murali. Dit waren mijn drie kandidaten. We laten nu een montage zien van beelden uit de drie interviews. En onderwijl trekt de vakjury zich terug om zich te beraden. Zij gaan ieder van de drie kandidaten een punt geven tussen de 1 en de 10 in. Dan vraag ik me af, als je dat allemaal zo vertelt, dat heeft een enorme organisatie
heeft dat nodig. Ja, we zijn er een jaar mee bezig. Ja. Wat ben je nou meer, zanger of zakenman? Nou, ik denk dat je eigenlijk op de keeper beschouwt zoals ik het doe. Ik denk dat je dan meer zakenman bent dan zanger. Maar de geruchten gaan dat u zeer binnenkort weggaat. Ik heb die geruchten ook wel eens gehoord, ja. U heeft zelf gezegd, 7 jaar is genoeg voor zo'n functie. En dan moet je ook opstappen. En u zit er nu ruim 10 jaar. Ja, ruim 10 jaar, ja. Nou, dan gaan we weer over de speculaties over mijn vertrek. En dan herhaal ik een zin die ik op een andere plaats gebruikt heb. Wanneer en of ik ga, gaat u geen fluit aan. Guusje, die laatste scène dus niet missen. Doe je dat nou vaak, zo mannen in elkaar trimmen? Is dat een hobby? Nee, dat is me gelukkig nog nooit overkomen op straat. Je hebt het nooit hoeven toepassen in de werkelijkheid? Nee. Daar zijn mensen bang voor, hè? Vechtsporters, wordt gedacht, die gaan met al hun kunsten de straat op. En daar moet je voor oppassen. Ja, ze hebben vaak een verkeerd beeld van vechtsporten, vind ik. Als je hard traint, heb je een hele andere discipline. En in principe hoef je helemaal buiten de school, sportschool niet te vechten. De punten van de vakjury zitten in een envelop die Aad daar bij zich heeft. Die ga ik nu nog niet bekendmaken. Ik ga nu de zaal vragen uw punten te geven. Bij uw beoordeling moet u zich afvragen... Vond ik het interessant wat ik hoorde, wat die kandidaat te berde bracht? Heb ik genoten van het interview? Zijn dingen mij duidelijk geworden? Hadden die mensen een uitstraling? Wat ik eigenlijk van u vraag is dit. Me met een cijfertje te zeggen, wie vond ik goed, wie vond ik beter en wie vond ik het best? Want slechte hebben we hier niet gehad. Goed, en dan vraag ik nu uw cijfer te zetten voor Truus Vrijdags. Zet nu uw cijfer voor Truus Vrijdags. Die cijfers worden opgeslagen in de computer... en er komt straks een gemiddelde uit voor Truus Vrijdags. Nu graag uw cijfer voor Geesines Hagen. Uw cijfer voor Geesines Hagen. Die hebben we. Dan vraag ik nu uw cijfer voor Sasha Murali. Uw cijfer graag voor Sasha Murali. Wat we gaan doen, straks maken we uw cijfers, de gemiddelde die u gegeven heeft, maken we bekend. En daarna pak ik de envelop van de vakjury en maak ik die cijfers bekend. Het totaal bepaalt wie de winnaar is, wie 2 en wie 3. Voordat ik de uitslag bekend ga maken, laat ik u de trofeeën zien waarmee mijn kandidaten naar huis gaan. De eerste, de tweede en de derde prijs. Bovendien krijgen ze alle 3 een jaarabonnement op een landelijk dagblad. Maar de winnaar van vanavond gaat door naar de finale... die over 3 weken in Den Bosch gespeeld gaat worden. Terecht, overigens, dames en heren, vind ik dat mijn kandidaten... alle met een trofee naar huis gaan. Want het feit dat je hier mee hebt gedaan... betekent dat je een uiterst zware selectie hebt doorstaan. Meer dan 3000 mensen hadden zich voor screentest gemeld. En dat is niet gering. 12 maar kunnen in deze serie meedoen. En dan nu, als we gereed zijn, graag... de uitslag van de tweede ronde van KRO's screentest. Eerst de punten van het publiek. Wat gaf het publiek aan Truus Vrijdags, de vrouw die een interview maakte met Lee Towers? Het publiek gaf 6,5. Wat gaf het publiek aan Geesines Hagen, de man die Zwart Touw interviewde? 7,0. En wat tenslotte gaf het publiek aan Sasha Murali... die Guus van Maurik interviewde, de veelvoudig wereldkampioen karate? 6,5. Dank je. En dan nu... Jongens, opgelet, want nu gaat het erom. Welke cijfers werden gegeven door de vakjury aan Truus Vrijdags? Truus Vrijdags kreeg 7,0. Dat levert een gemiddelde op van 13,5. Geesines Hagen kreeg van de vakjury 6 rond. 6 ronden betekent... 13 punten rond. Sasha Murali kreeg
kreeg van de vakjury 6,5. Dat betekent 13. En dat betekent dat de winnaar van deze tweede ronde van KRO Screentest Truus Vrijdags is geworden. Dank u wel. Alsjeblieft. Weet u, ze heeft bovendien, vind ik, de juiste initialen, hè, om in dit vak verder te gaan. Ken je er nog één die... Alsjeblieft. Er is nog iemand in de televisiejournalistiek die dezelfde initialen heeft. Weet je wie? Nee. Tom Verlind natuurlijk. Van Brandpunt. Ja. Goed, ik wil dan vanaf deze plek graag mijn dank en waardering uitspreken voor de jury, voor jullie oordeel en jullie kritiek. En ik wil de gasten die zich hebben willen onderwerpen aan de vragen van mijn kandidaten hartelijk danken. Guus van Maurik, Frans Wartaal en Lee Towers. Dank jullie wel. En dank u, dames en heren, voor uw aandacht. Volgende week zijn we er weer met de derde ronde van KRO Screentest. Dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Dit programma werd 11 augustus jongstleden opgenomen. U kunt kiezen uit twee...